Nieuwe bestemming voor oud postkantoor. De blokhut in Sibbe is helemaal gerenoveerd. En start van de werkzaamheden van het Jezuïetenklooster. Bijna 3 jaar heeft het oude postkantoor hier in de Lindelaan Hoek Poststraat leeggelegen. En er is een ondernemer die zich gemeld heeft voor iets nieuws te gaan opzetten binnen in dit postkantoor. Het is gehuurd voor de periode van zeg maar 10 jaar door Houtemer Mitch Kwakkenaat en hij geeft uitleg. Mitch Kwakkenaat, wat gaat er hier gebeuren? Nou, we gaan het postkantoor omvormen tot een ontmoetingsplek in Valkenburg. Daar komt de horeca komt erin. En dat wordt dadelijk een centrale plek waar ondernemers aangesloten bij Smart Market activiteiten kunnen gaan organiseren. Dat kunnen streekmarkten zijn, dat kunnen proeverijen zijn, dat kan een modeshow zijn. Binnen en buiten. Wat is jouw rol in het geheel? Ik ben initiatiefnemer en ik ga dit faciliteren. Ik ben dadelijk horeca-exploitant onder andere. En ik zorg voor de verbinding tussen deze bedrijven die lid zijn van Smart Market. Hebben zich al veel bedrijfjes aangemeld? Ja, we zijn een aantal maanden gestart om te polsen bij de bedrijven hier in Valkenburg en de omgeving. Hoe dat idee, het nieuwe concept Smart Market ontvangen wordt. En daar hebben zich een aantal bedrijven al gemeld. Onder andere Holland Casino, kleinere bedrijven zoals Kaasrij Verschuren, restaurateurs hier in de grote straat, Trelux, Eetcafé Desamy. Wat kunnen de bedrijfjes dan? Nou, ze kunnen gebruik maken van ons gebouw. Ze kunnen de activiteiten zelf organiseren, maar ze kunnen ook zorgen om activiteiten te organiseren met de andere bedrijven die lid zijn van Smart Market. Dus een kaasrij Verschuren kan een kaasproeverij gaan organiseren. Een restaurateur die ook lid is, die kan dat vervolgens zien. En die kan besluiten om daaraan mee te gaan doen, deelname. Dus de inwoner kan ook gewoon eens even binnenlopen om te kijken hoe het eruit ziet en wat er allemaal gebeurt? Ja, dat kan. Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn we gewoon geopend, het horecagedeelte. Voor het publiek is iedereen welkom. En door de week hebben wij activiteiten en daar mogen de mensen ook aan gaan deelnemen. Wat is de Facebookpagina? Dat is facebook.nl/smart-market. Twee korte vragen, twee korte antwoorden tenslotte. Wanneer gaat het open en kunnen zich nog bedrijven aanmelden? We gaan eind mei gaan wij streven om te kunnen openen, derde, vierde week mei. Dat er nogal wat werkzaamheden nodig zijn om te kunnen starten. Bedrijven die kunnen zich nog altijd melden. Iedere week melden ze ook nog altijd bedrijven aan. Dat kunnen ze doen via smartmarket.nl of ze kunnen binnenlopen. De kantine van de Blokhut in Sibbe heeft een noodzakelijke modernisering gekregen. Bestuurders van de Blokhut en vele vrijwilligers hebben intensief gewerkt in de afgelopen periode om die kantine in een aangepast en vernieuwd jasje te steken. De gehele renovatie is door eigen mensen van Sibbe en IJzeren verricht. Ze hebben vele, vele uren in deze renovatie gestopt. Alleen het leggen van de vloer is uitbesteed. Het resultaat mag gezien worden en kunt u vanaf nu zelf komen bekijken. TV Valkenburg was aanwezig bij de feestelijke openingshandeling, verricht door wethouder Remy Meijers, die de kernoverleggen in zijn portefeuille heeft. De beelden maakte Pierre Rumpkes van TV Valkenburg. Ja, vandaag is toch over het officiële moment dat de opening in plaats vindt van de herbouwde Blokhut. Ik zou willen vragen of de wethouder in ieder geval even naar voren zou willen komen en de voorzitter van de stichting van de Blokhut. Ja, wij als gemeente zijn er ook van onder de indruk hoeveel uur alle vrijwilligers hierin hebben gestoken. Onder leiding van het bezittend bestuur, waarvoor hartelijk dank. Wij hebben daar dan ook met plezier op voorhand natuurlijk al een bedrag tegenover gesteld. Om te zorgen dat dit soort dingen mogelijk zijn. Want we hopen gewoon natuurlijk dat de Blokhut zijn centrale plek in de gemeenschap van Sibbe blijft behouden. Het is soms zware tijden voor gemeenschapshuizen, maar als je kijkt hoe de gemeenschapshuizen in Valkenburg aan de Geul als gemeente ervoor staan en ook juist Sibbe, dat zijn soms zware tijden, maar juist de vrijwilligers krijgen het voor elkaar om dat goed te blijven vormgeven. En wij zullen proberen om dat zo goed mogelijk te blijven steunen, ook in de komende jaren. Maar inderdaad, bij deze geopend en ik wens jullie een prachtige toekomst tegemoet. Dank jullie wel.
Zaterdag 1 april werd een open dag georganiseerd voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden in het voormalige Jezuïtenklooster in Broekum. De open dag werd heel goed bezocht. Cameraman Jan Habets doorliep een deel van het gebouw, want de tweede en de hogere etages waren niet opengesteld voor het publiek. Zie hoe de tand destijds het gebouw heeft aangetast. Het vorige item heeft u gezien hoe Huize Boslust, het Jezuïtenklooster zoals u wil, er op dit moment bij ligt. U weet dat er plannen zijn om het te renoveren. Wel nu, een beetje informatie over het traject van de komende maanden gaat u geven de heer Seistermans, die namens de ontwikkelmaatschappij daar iets over gaat zeggen. Maar eerst even wethouder Carlo van Kan, die iets vertelt over het traject en over de open dag van 1 april. Wethouder van Kan, u was zaterdag 1 april aanwezig bij de open dag bij Huize Boslust. Hoe is die bezocht? Nou, de open dag is heel goed bezocht. Er waren zo'n 600 bezoekers. Die hebben het pand ook goed kunnen bekijken. Uiteraard voor de veiligheid, die dingen die niet veilig waren, waren niet te bezichtigen. 600 bezoekers. En er zijn ongeveer 300 adressen of e-mailadressen of telefoonnummers achtergelaten voor mensen die heel graag op de hoogte willen blijven. De reacties waren over het algemeen zeer positief. Blij dat er iets mee gebeurt. Houd ons op de hoogte. Een parel voor Valkenburg. En druk bezocht en goed ontvangen. Maar je zegt overwegend. Zijn er ook wat negatieve reacties te melden? Nou, negatieve reacties wil ik dat niet meteen noemen. Kijk, er gaat veel gebeuren. Er zijn kaarten gepubliceerd. Er staan wegen op. En mensen gaan die wegen bekijken. Kijken dan naar hun eigen woonhuis en vragen: wat heeft dit voor een invloed op mijn persoonlijke leefomgeving? Nou, die zorgen zijn geuit. Dat hoeft niet per se negatief te zijn. Wij hebben als gemeente ook de taak om ook voor die mensen naar die zorgen te luisteren en die een plekje te geven in het proces om straks tot een totaal gedragen voorstel te komen voor Huize Boslust of de Ignatiusvallei, zoals wij het noemen, en de ontsluiting daarvan. Meneer Seistermans, u gaat namens de ontwikkelingsmaatschappij nu het verdere traject inzetten met het herontwikkelen van Boslust. Wat zijn nu de eerste werkzaamheden de komende weken, komende maanden? Ja, wat we gaan doen is eigenlijk het gebouw water en wind dichtmaken. Nou, je weet, in 2001 heeft er een grote brand plaatsgevonden. Het linkergedeelte van het gebouw, er is geen dak meer op. Dus we eigenlijk het dak willen we gewoon herstellen, dat het water en wind dicht is. De rest van de daken, er zitten leien op en er zitten ook dakpannen op. We gaan dat isoleren, we gaan dat gewoon van de tijd maken. Daarnaast de ramen, alle ramen zeg maar, zijn er veel stukken gegooid, die gaan we vervangen. En het gebouw zelf is op zich heel goed in orde. Dus eigenlijk deze zomer het water en wind dicht maken en daarna eigenlijk ook droogstoken binnenin. Dat betekent dat de vocht eruit kan. En na de zomer, als het droog is genoeg, dan willen we eigenlijk intern gaan verbouwen. Dat is over een aantal maanden. Dus voor het einde van het jaar kan er eigenlijk gerenoveerd gebouwd worden? Nou, dat gaat niet zo heel erg snel. Ik bedoel, je moet je voorstellen, er moet een steiger omheen. Er moet een nieuw dak op. Dus als we dit jaar het gebouw water en wind dicht krijgen en droog gestookt, dan kunnen we al heel blij zijn.
Wethouder, we hebben nu de plannen gehoord van de ontwikkelingsmaatschappij. Hoe gaat het traject met betrekking tot communicatie verder? Nou, zoals ik al zei, we hebben een rijk adressenbestand ontvangen op de dag zelf. Als mensen daar nog aan toegevoegd willen worden die eventueel niet hebben kunnen komen, kan dat uiteraard altijd nog via info@valkenburg.nl. Wij zullen die mensen goed informeren over de stand van zaken. Er wordt nog nagedacht of dat via een nieuwsbrief gaat of via bijeenkomsten. Mensen zullen goed op de hoogte gehouden worden van hetgeen wat er gaat gebeuren tijdens de bouw. Met aan- en afrijden van vrachtwagens. En ook straks als het er ligt hoe dat gaat met eventueel tegengaan van sluipverkeer via Broekum Noord. Want het ontsluiten van de wijk Broekum Noord mag natuurlijk nooit leiden tot vervelend sluipverkeer richting Valkenburg aan de Geul. Laat dat duidelijk zijn. Op zaterdag 15 en zondag 16 april staat een compleet wielerweekeinde voor je klaar in Valkenburg aan de Geul. Op zaterdag wordt de tourversie van de Amstel Gold Race verreden. Circa 16.000 toerfietsers bevolken de wegen en hellingen van het Zuid-Limburgse landschap. De dag erna, op eerste paasdag, is het de beurt aan de eerste dameseditie van de Amstel Gold Race. De heren professionals starten in Maastricht voor hun 52e editie van de voorjaarsklassieker. U ziet zwart-wit beelden van de allereerste editie die in 1965 verreden werd. Valkenburg aan de Geul zal het middelpunt zijn van een druk en bruisend wielerweekeinde met veel publiek, sporters en paasbezoek. Kijk voor meer tips naar Uit in Valkenburg via tvvalkenburg.tv/uit.